wat ga ik doen in de komende weken? Gaan jullie vrij snel stoppen of ga je nog trainen? Wat ga je doen eigenlijk? We gaan nog 2 weken door. We zullen nog 2 weken doortrainen om ook zo goed mogelijk voorbereid voor volgend seizoen te zijn. Niemand meer. Dan sluiten wij normaal gesproken de persconferentie af. Alleen vandaag willen we even het woord tot jou richten, Jan-Dirk. Met je laatste persconferentie vandaag en zondag, je laatste wedstrijdverslag, sluit je een lange en belangrijke periode in je leven af. Nou, namens de staf en de directie en alle spelers willen we je hartelijk danken voor al die jaren van objectieve, rustige en altijd ingetogen verslaggeving. Ja, we kennen elkaar al jaren en hoe jij een wedstrijd verslaat, jij verslaat wedstrijden met emotie. Nou, ik denk dat emotie in het voetbal heel belangrijk is. Dat heb ik als speler ervaren en als trainer nu ook. En ik denk dat als ik iemand dat ziet doen in zijn werk, dan ben jij het wel. Dus in zowel goede tijden als slechte tijden. Dus ik denk dat we jouw laatste jaar in stijl hebben afgesloten met dit seizoen. Dus ik wil je hierbij bedanken voor je bijdrage aan het becommentariëren van de wedstrijden voor alle fans die deze club heeft. En ik wens jou veel succes in de toekomst in jouw verdere carrière. Het is toch een fijne shirt geworden. Dankjewel. En dan kan ik je nog vertellen, Jan-Dirk, dat je de laatste wedstrijd... Dat je de laatste wedstrijd zult verslaan vanaf een eigen gouden stoel. Oeh, een soort van troonvoet dit. Ik zal een shirt niet aandoen tijdens mijn verslag, dat zou helemaal... Prima hoor.